Ik probeer de hele dag wat te filmen. Alleen ze zijn op de parkeerplaats bij ons de bomen aan het omhakken. Dus ik heb geen keuze. Sorry als je geluid hoort. Ik kan er niks aan doen. Hoi allemaal! Vroeger als ik ziek was, ging ik thuis op de bank tv kijken. En er waren altijd een heleboel programma's die ik altijd helemaal geweldig vond en natuurlijk nu niet meer kijk. Laatst heb ik een video gemaakt met alle muziek die ik vroeger luisterde, dus die kan je even daar vinden als je op het i'tje klikt. En nu ga ik een video maken over tv-programma's die ik vroeger keek. Ik ga eerst op programma's terugkijken die ik vroeger zelf keek en daarna ga ik jullie op Snapchat vragen welke programma je... Oké, goed zo Marije. Eerst ga ik jullie wat programma's laten zien die ik zelf vroeger keek. En daarna ga ik jullie op Snapchat vragen welke programma's jullie vroeger keken. Vergeet me daarom natuurlijk niet op Snapchat te volgen. Dat is @MarijeZuurveld. En ik ga binnenkort heel veel leuke dingen doen op Snapchat. Dus voor nu, programma's die ik vroeger keek. Ja. Als eerst ga ik naar iets kijken wat ik vroeger altijd keek als ik ziek thuis was. En dus op de bank lag. En dan was dit eigenlijk het enige wat de hele dag op televisie was. En dat is... Tienerrobot. En oh mijn god, ik ga kijken of ik de titelsong nog mee kan zingen, want vroeger ken ik het echt helemaal uit mijn hoofd. Oké. Okay. Le banane aujourd'hui. The fuck? Dit zijn de Engelsen. Duits. Oké, ik heb hem gevonden. Ik word gebeld om te skaten op de skatebaan vlakbij de stad. Oh my god, waarom ken ik dit nog? Moet ik de aarde beschermen tegen wezens van buitenaf? Dat is gewoon mijn lot. Als een tienerrobot, tienerrobot lot. Oh mijn god. Lot. Jongens, ik voel me weer jong. Ik voel me helemaal jong. Oké. Tracy, zin om samen te gaan snowboarden morgen? Echt niet, een sukkel. Oké. Vroeger? Was iedereen verliefd op hem. Ik zweer, in elk tv-programma zat altijd één knappe, stoere jongen. En iedereen die dat tv-programma keek, was gewoon verliefd op die jongen. Kom op meiden, we gaan eens op mannenjacht! Kom op meiden, we gaan eens op mannenjacht! Oké. Okay. Oké. He's me. Als tweede gaan we kijken naar Totally Spies. En oh mijn god, er waren vroeger gewoon films van. En ik kan je zeggen als diehard Totally Spies fan dat ik ze waarschijnlijk allemaal heb gezien. Ik had ze zelfs op DVD. Je kon ze volgens mij sparen bij de supermarkt. Weet je wel, dat je zo'n heel klein single DVD hoesje had. Voor papier waar dan één DVD in zat van een aflevering van 20 minuten of zo. En ik had ze allemaal, jongens. Ik had ze allemaal. Net als dat je vroeger op het schoolplein K3 ging spelen. En de ene was Karen, Christel en Kathleen. En dan ging je K3 liedjes zingen. Wow, gaat echt goed Marije. Zo ging ik vroeger altijd Totally Spies spelen. En dan was elke keer, moest ik de blond zijn omdat ik blond was. En dat vond ik niet leuk, want ik vond haar het minst leuk. Snap je wat ik bedoel? Oké, laten we gewoon gaan kijken. Oh, theme song. Oh, dat is een Engels liedje, hè? Ja, dat is waar. Oké, komt-ie. Ik wist nooit wat ze zongen, want ik kon geen Engels. Ik zong hier altijd... Want niemand weet wat ze zingen. Kom op, als kind weet je toch niet wat ze daar zingen. Here we go, here we go. Totally Spies, here we go. Here we go. Ik wilde ook altijd zo'n telefoontje. Ik zweer je, ze hadden vroeger in de winkels, gewoon in de Intertoys, hadden ze van die telefoon, van die klaptelefoontjes met make-up erin van Totally Spies. Ik ga het opzoeken, ik ga het bewijzen. Vroeger had je dat, I swear to God. Oh my god. En natuurlijk is niet te missen Pokémon. Wie kijkt er geen Pokémon? Dan heb je ooit sowieso wel Pokémon op een Nintendo DS gespeeld. Ik heb echt gewoon letterlijk... Pearl, Diamond, ik had Giratina. Ik heb het nooit uitgespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt omdat je altijd had je de Pokédex. Er zaten echt 500 Pokémon's in, wat veel te veel was voor een kind van 12 jaar om het uit te gaan spelen. Maar het is mij niet gelukt. Dan moest je ze eerst allemaal gaan verzamelen. Je moest opdrachten doen, je moest verder komen. En dan ging je Pokémon dood en dan moest je weer opnieuw beginnen. En dat lukte dan niet. Dus ik heb het zelf nooit uitgespeeld. Maar ik keek het natuurlijk wel op tv. I wanna be the very best. I never want. Oh. I teach you Pokémon. Pokémon. Oh jongens.
Ik ga echt gewoon vanmiddag, volgens mij staat het op Netflix. Ik ga Pokémon gewoon, ik heb niet eens Netflix. Ik ga nu het Huis van Anubis kijken. En ik keek elke dag, elke werkdag om 7 uur het Huis van Anubis. En dan was het gewoon echt door eten. Als je zag dat het 5 voor 7 was, mocht je pas van tafel als je eten op was. En dan ging je echt gewoon eten alsof je leven ervan afhing om het Huis van Anubis te kijken. Er waren films, ik heb ze gezien. Ik heb het Huis van Anubis live gezien. Ik zeg je, mijn vader had een keer een werkfeest. En toen kwamen die mensen van het Huis van Anubis kwamen daar optreden. En ik weet nog dat ik ze gewoon live had gezien. En dat ik dat op school vertelde. En dat iedereen zo jaloers was. Jongens, oh my god, het was echt de tijd van mijn leven. Oké. Verleden vond een man een oude stad. Maar zijn dochter Sarah zei hij waar hij niet gelukkig was. In de serie thuis. Ik ken het gewoon nog. Anubis weer heen. Het ging nog verder, hè? Ja. Oh, jezus. Het is een lang nummer. Oh, er is nog een lied, hè? Er is nog maar één lied. Oh mijn god, dit ken ik ook. Kan een huis gaan leven op den duur. Oh my god, ik ken het gewoon. Hoeveel liedjes zijn er? Er is er nog één. Maar dit zijn andere mensen. Ik ben echt helemaal in de war nu. What the fuck? Dit zijn... Oh mijn god, het was toch zo? Het was afgelopen. Toen kwamen er nieuwe mensen. Maar daar keek volgens mij niemand naar. Want dat was helemaal niet zo'n succes volgens mij. Nu ik heb gereageerd op de oude programma's die ik vroeger keek, ga ik even kijken wat jullie hebben ingestuurd op Snapchat. Volg me even op Snapchat. Dat is Edmarijn Zuurveld. En laten we kijken wat voor programma's jullie vroeger keken. Spuimgas, Zoep en Het Huis en Obis. Dat waren echt... Altijd favorites. Vroeger keek ik echt iedere aflevering van het eerste seizoen van Huis van Anubis. Met de eerste echte cast dan. En het was zo ongelooflijk goed en die films, oh. Hey Marije, die video is super tof. Mijn beetje ziet is hier in de top uit. Maar wat ik vroeger super chill vond was Zack & Cody. Ik vraag me natuurlijk ook af naar welk programma jij vroeger keek. Dus laat je meest favoriete tv-programma van vroeger even achter in de comments. Doe natuurlijk nog een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik je volgende week weer. Doei! Doei!